internet. Leuk dat je deze vlog, CQ, mijn YouTube-kanaal, weer gevonden hebt. Of gevonden hebt. Op het programma vandaag. Vooruit polijsten, schuren en polijsten van een Volkswagen Golf. Nu zie je in beeld, zie je TL-verlichting in de vooruit staan. En dan zie je dus daarboven, zie je dus heel duidelijk een hele brede schuur, krasvlek in de vooruit die veroorzaakt is door een ruitenwisselblad waar vuil onder gezeten heeft. En zo met dit licht en daglicht nu buiten is op zich geen issue. Echter, zodra de zon erop staat, dan is het zeer irritant om door zo'n brede kras heen te moeten kijken. Dus aan mij de taak om deze er te gaan uithalen vandaag. Je ziet dat ik heb de wagen al vast afgeplakt. Ik ga een gedeelte ga ik schuren en dan voor de rest de hele voorruit uitpolijsten. Want ook aan de andere kant zitten nog krassen van het andere blad ook nog. Alleen die zijn minder erg en minder dramatisch als deze breien die hier zitten. En hij loopt ook van hier tot onderaan aan toe aan het zwarte arceergedeelte. Dus ik ga voor de rest mijn spullen bij elkaar zoeken en dan ga ik aan de slag. Stay tuned. De voorruit heb ik geschuurd. De helft van het gedeelte waar precies de baan in loopt, dus de kras is eruit. Nu ga ik hem op glans brengen en pak ik de rest van de ruit ook mee. Ja, we gaan de goede kant op. Deze kant is klaar, die is weer krasvrij. We moeten straks, als ik klaar ben, even een algemene shoot maken. Ik ga nu nog even de andere kant van de ruit polijsten. Die hoef ik niet te schuren, alleen polijsten. En ja, je ziet geen overloop van hetgeen wat ik hier gedaan heb naar die kant toe. En dat komt puur omdat de juiste techniek gebruikt wordt om vervorming in glas te voorkomen. Laten zien. Blijft altijd heel erg lastig omdat je natuurlijk letterlijk en figuurlijk door het glas heen kijkt. Maar de krassen zijn er echt uit. De Golf is klaar. Vooruit gedeelte gepolijst. Of het hele ruit gepolijst. En dit gedeelte geschuurd en gepolijst. En op glans gebracht. En de krassen zijn eruit. En de ruit is weer glas en glashelder. Wederom weer bedankt voor je aandacht en wellicht zie ik je in de volgende video. Ciao.